Tijdens de productie van worst, zoals in dit geval de rookworst, wordt ongeveer tijdens het roken en koken en drogen van de worst 15% gewichtsverlies neemt toe. Omdat het vocht tijdens het roken en koken uit het product trekt, gaan we dat van tevoren toevoegen om uiteindelijk bij 100 kilo rookworst ook 100 kilo eindproduct te krijgen. Aan het rookworstdeeg voegen we nu de nauwkeurig afgewogen kruiden toe. Gaan we goed met elkaar vermengen om te zorgen dat het zo meteen mooi overal egaal van smaak is. En dat we geen klontjes van kruiden hebben. De klipjes, oftewel de nietjes die zo meteen de worst aan de uiteinde dichtmaken. Ja, we hangen nu de worst aan de rooklat. We gaan er, passen er precies 18 op zo'n lat qua breedte. En vervolgens hangen we ze dan in de rookkast uit elkaar. Want we gaan de worst eerst aandrogen. Dat wil zeggen dat de buitenkant van de darm, die is nu nat. En dan moeten we ervoor zorgen dat die stroef droog wordt. Dus zometeen gaan we met een verwarmingselement en wind. Gaan we eerst, dat duurt ongeveer 2 uur, zorgen dat die worst aan de buitenkant droog wordt voordat we ze kunnen roken. Dus het is dan ook wel van belang voor nu dat die worsten uit elkaar hangen, zodat de wind er goed omheen kan blazen om hem te drogen. En straks willen we, als we gaan roken, dat de rook geeft natuurlijk een bruine kleur aan de worst. En als de worsten elkaar aanraken, dan zou je zien op het plekje waar de twee worsten elkaar raken, dat het een wit plekje blijft. Dat willen we niet, dus daarom hangen ze allemaal vrij van elkaar. Zodat de wind en de rook er goed langs kan. Als we de worst in de rookkast gedaan hebben, komt het met de ventilator en warme lucht, gaan we de worst eerst aan de buitenkant aandrogen. Dit aandrogen is nodig omdat de rook dan goed op de worst pakt en we een mooie goudgele kleur krijgen die we straks willen hebben bij het eindproduct. Dit duurt zo'n uur of 2-3 met heel veel warme lucht. Halen we er langzaam dus, drogen we die worst zodat het vocht aan de buitenkant eruit gaat en de darmpjes aan de buitenkant stroef droog zijn, waardoor de rook mooi hecht aan het darmpje. Rookworst gebruiken we natuurzuiver hout. We hebben daarbij gekozen voor een mengsel van beuken en eikenkrullen. Wat we gebruiken in 2 variaties. Een wat grovere en een wat fijnere variant. De rookworst gaan we zometeen roken. Een uur of 6-7. Waar we een niet te hoge temperatuur willen hebben. Daardoor zullen we dus meer van het fijne mot gebruiken. Wat dus langzamer smeult en minder warmte geeft. En een klein beetje van dit grove mot om te zorgen dat het wel mooi blijft branden. Een mengsel van deze twee, van puur beuken en eikenhout zonder enige toevoeging, zorgt ervoor dat de worst een hele natuurlijke, mooie, gouden kleur en een heerlijke rooksmaak krijgt. Om te zorgen dat we in de rookkast een klein beetje een vochtig klimaat krijgen tijdens het roken, besprenkelen we het houtmot met een klein beetje water. Voor het aansteken van het mot gebruiken we een gasbrandertje en een mooie felle vlam hebben.
Nu gaan we aan de onderkant van het bed, waar het rookmot ligt, gaan we dat grove mot aansteken met deze gasbrander. En dan zullen we zien dat het eigenlijk vanzelf begint te branden. Zolang we de deuren open hebben, komt er zuurstof bij, dus hebben we vuur. Als we zometeen de deuren sluiten, gaat het rookproces beginnen. Wordt het zuurstof uit de kast gehaald en gaat het heel langzaam smeulen. En dan tot het op is, dat zal zo'n 6-7 uur duren, voordat de worst mooi gerookt is en het mot helemaal opgebrand. Gelijkmatig over de hele breedte steken we dus het grovere mot aan, omdat het iets makkelijker ontbrandt. Dan zien we vanzelf dat het eigenlijk mooi uit zichzelf gaat branden. Op het moment dat het vuur weg is bij het mot, gaan we nog één keer wat blazen om te zorgen dat het nog even wat hitte pakt en zorgen dat het goed gloeit. Goedemorgen, daar zijn we weer bij de nieuwe dag. We gaan vandaag kijken of de rookkast zijn werk gedaan heeft en of het product een mooie goudgele kleur gehad heeft. En zoals je ziet, prachtig mooi goudgeel gerookt. Mooi, de smaak is er goed ingetrokken. Dit is de kleur die we willen hebben op de rookworst. Helemaal ambachtelijk. Mooi goudgeel gerookt. We gaan de rookworst nu afkoken. Wij verkopen de rookworst voor geweld. Dat wil zeggen dat de mensen thuis zomaar een kwartier tot 20 minuten in water tegen de kook aan moeten opwarmen. Deze service verlenen wij omdat het anders ongeveer 40 minuten zou moeten koken. En dit is mooi snel voor de mensen thuis. Dat doen we in de kookketel. De kookketel is eigenlijk niks anders dan een grote pan, zoals u hem thuis ook hebt, die we instellen op 75 graden, dat is ongeveer tegen de kook aan. Rookworst mag nooit koken tijdens het opwarmen, anders springt het velletje, dat is te teer. Daarom doen wij dit op deze temperatuur, ongeveer 40 minuten, alvast voor u. En uiteindelijk komen we dan bij het eindproduct, de Gelderse rookworst uit de eigen worstmakerij. Lekker sappig en vol van smaak. Heerlijk bij de maaltijd of bij de borrel. Puur natuur. Geniet ervan.